Start vrij. Voor de Dura Vermeer Urban Mining prijs over de 2060 meter andermaal. 10 deelnemers gaan zich opstellen achter de startauto. Eens even kijken of we ze allemaal in de juiste richting kunnen krijgen. Wie, oh wie, houdt hier de start op? Volgens nog niemand, dus we gaan eraan beginnen. Startvrij dus voor deze vijfde koers Dura Vermeer Urban Mining Prijs. Favoriet, zoals ik zei, nummer 3 Magic Schermer. Jaap van Rijn, een aantal topklasseringen. Maar net niet die winnaar geturfd in de laatste starts. Krijgt het wel aan de stok met een paard dat ongelooflijk veel indruk maakte de laatste keer. Alles zat tegen. En dat is paard nummer 7, No Illusion. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, de concurrentie van vandaag is beduidend sterker. Auto is met de paarden op circa 150 meter van het startpunt. Auto komt de bocht uit. 50 meter nog. En de start is gevallen. De paarden onderweg en een bliksemstart in het midden van de baan voor Jaap van Rijn met zijn Magic Schermer. En die gaat daar de leiding nemen met op de tweede plaats aan de binnenzijde Marco's Wish. Daarachter hebben we dan in derde stelling Rob van Toor met Hermine Sophie. Die probeert daarin te parkeren. En dat lukt ook. En dat maakt dat de favoriet van Caroline Albers, No Illusion, op dit moment ja enigszins ingesloten ligt. En die wordt bovendien afgedekt in het tweede spoor door een van de medefavorieten, paard nummer 5, Madame Dream. Komt reactie in het veld, want wijd aan de buitenzijde is Raymond Adema of vroeg op de afspraak. En hij brengt zijn Jeanne d'Arc aan de buitenzijde nu naar voren. En dat doet hij samen met No Illusion. No Illusion die handig naar het tweede spoor kan. En zo dadelijk lekker uit de wind gehouden gaat worden door het paard voor No Illusion. En dat is dus die Jeanne d'Arc. Maar aan kop van het veld gaat daar als een grootvorst op dit moment. Magic Schermer heeft die lengte voor. Op de tweede plaats aan de buitenzijde Jeanne d'Arc. En aan de binnenzijde dan Marco's Wish krijgt een mooie koers. No Illusion ook perfect geplaatst. En daarachter is er dan Hermine Sophie, die wordt gevolgd door Madame Dream. Dan is het Frans van der Blonk met zijn Luna Charisma. Kijken we nog iets verder weg, zien we de Arctic kleuren van Maria Hol, gedragen door John Dekker. Die wordt dan weer gevolgd door Guvo Greenwood en in laatste stelling zien we Gucci Shadow. Dat is de volgorde. Als de deelnemers dan weer door de bocht gaan op weg naar de overzijde van de baan. En Magic Schermer hier nog altijd het veld zijn wil oplegt. Aan de buitenzijde is het dan die Jeanne d'Arc. Aan de binnenzijde het nummer 4 van Hermine Sophie. Daarachter hebben we dan No Illusion. En aan de binnenzijde van No Illusion, schuin daarachter althans, ontwaren we Luna Charisma die de laatste keer goed binnenkwam. Rob de Vlieger die zit daar nog altijd rustig in. Vijfde, zesde stelling in het tweede spoor met zijn Madame Dream. En zo komen de paarden dan weer langs de rechter in deze Dura Vermeer Urban Mining prijs. En gaan ze zo dadelijk nog één keer rond. En dat is het moment voor John Dekker om wat te ondernemen. Hij ging voorzichtig het derde spoor in met zijn Maria Hall. En er komt reactie op. Want ja, het is toch echt of we naar een Zweedse 1000-meterbaan zitten te kijken hier hoor. Het treintje 3-dik gaat naar voren. En dat treintje wordt aangevoerd door No Illusion. Maar Jaap van Rijn heeft inmiddels al de vlucht genomen met zijn Magic Schermer. En die heeft nu 2,5 lengte voorsprong. Op de tweede plaats Marco's Wish. Daarachter aan de binnenzijde dan Hermine Sophie. En aan de wijde buitenzijde komt met grote stappen No Illusion nader en nader. Maar hij heeft nog altijd 3-4 lengte toe te rijden op de gevluchte koploper. En dat is nog altijd die Magic Schermer. Het wordt een mooie tweestrijd tussen de twee favorieten. En die voorsprong van de koploper, die slinkt ziender ogen. Maar één geluk, de laatste rechte lijn op Alkmaar is kort. En het lijkt erop dat we Jaapie terug gaan vinden in de winnaarsring. En het is hier Magic Schermer die No Illusions aanval af weet te slaan. Eigenlijk heel gemakkelijk. Hands down. Een imponerende overwinning van start tot finish. Magic Schermer, No Illusion op de derde plaats. Madame Dream. De 3 wint voor de 7. En derde wordt de 5. Een en ander is